Ik denk ook dat ik moet gaan stoppen, Arjan. Want dit heeft gewoon geen zin meer. Ja, goedendag dames en heren. Toch een extra Dutch Bullseye. Want er is breaking news. Arjan, jij staat bij me. Ja. Vanavond, na de wedstrijd van Barneveld, waren we eigenlijk al bezig in de volgende wedstrijd met Wade en Smith. Ja. Werden we onderbroken door jou. Ja. Ik had het liever anders gewild, maar ik had een interview met Raymond net gedaan. En in zijn eerste antwoord zegt hij dat hij ermee gaat stoppen. Ik heb daarna natuurlijk even doorgevraagd van hoezo stoppen? Per direct? Overmorgen? Over een week? Hij zegt nee, ik wil nu stoppen. Ik heb er geen zin meer in. Het interesseert me geen reet meer, terwijl de zaak gewoon helemaal afgebroken wordt. Ja, hier gaan ze verder dan. Aardig wat herrie. Ze moeten nog helemaal naar Noord-Ierland toe, hè, vanavond. Precies, maar hij liet de deur een klein beetje open door te zeggen, ja, weet je, het interesseert me niet meer, ik heb er eigenlijk geen zin meer in. Dat hebben we toen laten zien in onze uitzending. Ik dacht na het eerste interview, dacht ik, die gaat er nog wel op terugkomen. Ik ook. Ik dacht dat ook. We kennen Raymond allebei heel goed. Raymond heeft natuurlijk in het verleden, misschien wel 5-6 keer gezegd, ik stop ermee, ik heb er geen zin meer in. Maar hij ging naar alle andere pers, schrijvende pers, bij Sky nog een apart interview. En overal zei hij, ik stop ermee, definitief. Toen dacht ik wil hem nog even één op één spreken. Gewoon met de ogen zo. Dus ik liep naar hem toe en hij hield iedereen weg. Maar ik mocht even bij hem komen en toen zei hij, ik zeg, Raymond, is dit definitief? Ja. Dit is definitief, geen twijfel, ik stop ermee. Arjan, geloof me maar, ik weet wat ik in het verleden allemaal geroepen heb. Dit is definitief. En nog steeds neig ik, waarschijnlijk net als jij, Zak, dat hij over een week denkt, dat was de emotie en dat hij doorgaat. Ja. Maar het klonk wel stellig. Het klonk zeker stellig. En dan ga je toch dingen afvragen. Heeft hij zich dit al eerder bedacht of is dit vanavond spontaan ook met gekomen? Ook dat etikje wat hij dan vooraf aan zijn kleinzoon geeft. Een soort van, ik geef het over aan een andere generatie. Ja, want voor alle duidelijkheid voor de mensen thuis die dit niet gezien hebben vanavond. Hij verliest vanavond met 7-1 van Michael van Gerwen. Hij had al gisteren verloren natuurlijk met 7-1 van Daryl Gurney. Dat zijn tikken, die moet je verwerken. Ja, en dat doet pijn. En dat zei hij ook. Ik ben de pijn, ben ik beu. Ik ben het verdriet, ben ik beu. Wat ik ook doe om me voor te bereiden, het lukt niet meer. Iedereen gooit me eraf. Hij zegt, waarom zou ik nog een half jaar doorgaan? Voor wat? Om dan bij het WK in de eerste ronde weer te verliezen van een nobody? Nou, zegt hij, daar pas ik voor. Heb ik geen zin meer in. We hebben nu een uurtje de tijd gehad om er eens even over na te denken. Je hebt ook nog wat mensen kunnen spreken. Bijvoorbeeld de PDC. Wat hebben die gezegd? Ik heb Matt Porter even gesproken, zonder camera. En ook Matt Porter gevraagd van, wat vind je ervan? En Matt Porter die zei, ja goed, we kennen Raymond. Nou, hetzelfde verhaal. Ja, precies. Ik zeg, hij klonk nu wel stellig. Ik zeg, maar hoe is nou eigenlijk de officiële procedure? Hè? Ja. Nou, de officiële procedure is als volgt. Dat Raymond moet een brief opstellen. Ja. Met handtekening waarin hij zegt, ik stop ermee. Ik aan dien de PDC. Bij deze, ik dien mijn ontslag in. Want in principe, zijn contract loopt tot het eind van het jaar. En dan tellen ze de finale dag van het WK nog mee. Matt Porter zei, als ik die brief binnenkrijg, is Raymond in principe nog steeds gemachtigd om mee te doen aan toernooien. Ja. Ik zei, wacht even, jij krijgt een brief binnen morgen van Raymond van Barneveld, ik stop. En dan? Nou, zegt hij, als hij dan volgend weekend mee wil doen aan een Pro Tour toernooi en hij komt opdagen, is er niks geks, kan hij gewoon meedoen. Want ze geven de speler een aantal maanden, soort van bedenktijd, mocht hij erop terug willen komen. Ja, hij hoeft eigenlijk natuurlijk gewoon ook helemaal niks te doen. Als hij gewoon echt besloten heeft, ik stop ermee. Als je niet meer speelt, dan loopt het automatisch aan het einde van het jaar af. Waarom zou je een ontslagbrief schrijven? Ja, dat vraag ik me ook af. Maar goed, dat zijn nou eenmaal de regels op die manier. Dus, hij zal er zelf ook niet over nagedacht hebben, denk ik. Ik denk dat hij niet eens weet dat hij een ontslagbrief moet schrijven. Nee, dat denk ik ook niet. Maar goed, jij kent hem vrij goed. Ik ken hem vrij goed. Hoe ziet zijn route nu er dan uit? Kijk, hij heeft natuurlijk een hele zware tijd achter de rug. Ja. Dat komt allemaal samen eigenlijk in deze twee dagen, ahoy. Absoluut. Enorm tegenvallen natuurlijk, 2x7-1. Doet pijn. Ja, maar waar is het fout gegaan? Jij spreekt hem bijna wekelijks tijdens die Premier League dagen. Waar gaat het fout? Ik denk dat het eigenlijk al jaren geleden fout is gegaan. Op het moment dat hij niet meer de beste was en dat besefte. En dat heeft hij eigenlijk nooit kunnen verkroppen. Hij heeft natuurlijk de Premier League nog een keer gewonnen in 2014. Ja. Ik denk dat hij diep van binnen nooit heeft kunnen verkroppen dat Michael van Gerwen het nieuwe darts-icoon werd in Nederland. Dat hij eigenlijk zijn troon afpakte en er bovenuit steeg. Heeft hij nooit kunnen verkroppen. Hij heeft ook nooit kunnen verkroppen dat anderen beter werden. Ook personen onder Michael van Gerwen. Ja. En dat hij steeds verder wegzakte op die wereldranking, op die Order of Merit. En daar heeft hij psychisch gewoon niet goed mee om kunnen gaan. Nou, maar het is natuurlijk, kijk,
Hij krijgt klap op klap op klap op klap. Hè? Volgens zijn eigen principes. Maar hij roept het dan ook een klein beetje over zichzelf af. Ja. Want hij probeert die klappen te ontlopen. Daardoor gaat hij minder spelen. Daardoor zak je op de wereldranglijst. Ja. En krijg je de sterkere spelers dus ook sneller in zo'n toernooi. Ja, want hij kiest dan vaak voor het financiële aspect. Dat is voor Raymond natuurlijk belangrijk. Weten wij ook allebei. En in plaats om dan een vloertoernooi te spelen en op die order of merit iets hoger te komen, kiest hij voor enkele lucratieve demo's die hij dan kan gooien. Dat is een bewuste keuze. En toch achteraf dan nog klagen en piepen en doen. Maar goed, dat is Raymond. Overigens, nu zijn we even kritisch natuurlijk. En nu willen we ook dit nieuws even brengen. Uiteraard gaan we de aankomende tijd ook nog voldoende over zijn prachtige carrière spreken. Want Arjan, een prachtige carrière, hoe dan ook, wat ook gebeurt na vandaag, is het wel geweest. Daarom vind ik het eigenlijk vanavond best wel een beetje een emotioneel moment. Want mocht het nou echt zo zijn, hè, Jacques, dat hij echt stopt, dan zijn we dus getuige geweest. Nou ja, niet we, jij kent Mongo langer, maar ik ben getuige geweest van zijn eerste grote succes op de Lakeside. Ja. En alles daarna, en dus ook vanavond van zijn laatste afscheid. En als dat echt zo is, ik moet er nog niet aan denken, maar dan doet me dat best wel pijn. Want dan is er een darts-icoon in Nederland, is dus nu... Het eerste darts-icoon? Ja, de eerste darts-icoon in Nederland. Die is dan weg. Ja. Dan komt er echt wel een leegte hoor, naar Michael van Gerwen. Ja, dat hebben we het ook wel eerder over gehad. Na Van Gerwen is daar wel een gat. We hebben vanavond Jeffrey de Zwaan gezien. Fantastisch. Die speelt fantastisch. Ja. Daar niks van gezegd. Maar die zit nog wel een stukje weg bij Van Gerwen. Ja, die is dus vaak fantastisch bij tv-toernooien. Maar die moet op de vloertoernooien moet hij nog wat beter gaan presteren. Zodat hij weer wat meer vaker mee kan doen, ook aan die tv-toernooien. Ja. En dat vind ik een beetje het manco bij Jeffrey. Als hij wat constanter wordt bij de vloertoernooien, dan denk ik dat hij echt wel richting top 16 en misschien wel top 12 kan. Ja, maar heeft ook met zijn leeftijd te maken, denk ik. Hij is nog heel jong. Danny Noppert is ook misschien niet zo ver weg. Jermaine, wat hij meenaast op dit moment de tweede Nederlander. Jermaine is erg goed bezig dit seizoen. Hè. Die staat nu geloof ik 27 of 28 op de Order of Merit. Ja, dus na Michael de tweede Nederlander. Ja. En zou natuurlijk ook zomaar de partner kunnen zijn van Michael van Gerwen tijdens de World Cup of Darts. Als hij niet speelt, dan is wat hij mee naar de partner van Gerwen. Ik denk niet dat hij speelt. En ik denk dat misschien de PDC ook, ik weet dat ze er al over gesproken hebben, dat ze gewoon gaan zeggen, oké, we kiezen niet voor Raymond. En misschien Michael ook wel dat hij Raymond niet wil. Dat hij gaat spelen met Jermaine Wattimena. Ja, dat zou dat dan misschien het duwtje zijn geweest? We weten het niet, hè? Laat hij zich niet over uit. Nee, precies. We gaan het natuurlijk voor u in de gaten houden. Maar dit nieuws wilden we u toch zeker even vanavond brengen. Ja. Dit is ook al het nieuws wat we u op dit moment kunnen brengen. Zodra er meer nieuws is, hou onze sociale media in de gaten. Onze website rtl7darts.nl. Twitter, Facebook, Instagram. Al het nieuws over Van Barneveld. Zodra wij het hebben, krijgt u het ook. Voor nu bedankt en graag tot de volgende keer.